Ja, ik heb weer een heel pak gekocht hoor. Ja, mondkapjes, ja, natuurlijk. Ja, hier moet het door. Maar in Nederland het gaat niet door. Er komt geen mondkapjesplicht. Nee. En ik begrijp daar dus helemaal niks van. Nee, nee. Want jullie zeggen steeds van ja, hey Harry, jij wordt gesponsord door de regering voor al die verhaaltjes die jij moet houden. Nou, hé, hey, wat denk je hier dan van? Totaal niet eens met het kabinet. Nee, en niet een beetje ook. Ik denk bij mezelf, juist wel mondkapjesplicht. Ja, natuurlijk. Dan zeggen mensen, ja, maar als ik dan alleen in een weiland sta, ja, dan hoef je het natuurlijk niet op. En als je in een bos loopt, natuurlijk hoef je het daar niet op. En als je niemand ziet, hey, doe dat ding af, steek het in je zak. Tuurlijk doe je dan geen mondkapje voor. Nee, dat is duidelijk. Het gaat om, juist om die gebieden, dat je ergens komt in winkelstraten, in winkels, dat je denkt bij jezelf, oh, het wordt me hier te druk. Oh, het, hup, even dat mondkapje voor. Ja, maar goed, geen verplichting. En ik las dus in het AD, daar stond dus een enquête, en 40% van de mensen is het niet eens met het kabinet. Dus het wil zeggen dat je draagvlak voor deze beslissing, die is flinter dun. Want 40% denkt bij zichzelf, ja, wat kan mij dat kabinet schelen eigenlijk? En dat blijkt ook, want je ziet dus in het straatbeeld zijn er steeds meer mensen die denken bij zichzelf, hey, maar ik ben slim, ik doe hem toch even om. Ja, en dat doe je niet eens zozeer voor jezelf. Het gaat er gewoon om dat je anderen moet beschermen. Ja, want je moet het met z'n allen doen. Daar gaat het om met dit virus. Het is niet zo wat jij ervan vindt of wat jij ervan vindt of wat jij ervan vindt. Nee, met z'n allen moet je dat doen. En je doet het voor elkaar. En daarom draag je ook dan een mondkapje. Maar goed, kabinet zegt, is niet nodig. Nee, die Belgen, die zijn stapelgek. Kijk, die Belgen, die doen het wel gewoon. Want een grote viroloog daar in België, meneer Van Rans, die heeft gezegd, ja, maar Nederland ontkomt er niet aan. Nederland ontkomt uiteindelijk, als het blijft stijgen, het aantal besmettingen, niet aan een mondkapjesverplichting. Nee, hij zei, ja, of je moet, maar dat heeft Osterhaus ook al gezegd, of je moet dus een lockdown willen. Ja, en die wil je natuurlijk niet met z'n allen. Nou, en het is natuurlijk helemaal niet gezegd dat een mondkapje de oplossing is. Nee, natuurlijk niet. Dat is ook helemaal niet zo. Nee, een mondkapje, dat is gewoon een onderdeel van. Je moet je handen wassen, je moet afstand houden en een mondkapje. En dan is een mondkapje gewoon van alle beetjes helpen. Dat is een mondkapje. En waarom? Dan zou ik zeggen, nou, als alle beetjes helpen, kom op dan. Dan doen we gewoon, dragen we in de drukte. En daar waar we denken, ho, 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 kijk uit, daar dragen we daar een mondkapje. Nou ja, dan doen we dat niet in Nederland. Maar waar het wel gaat gebeuren, en let op, ja, in Rotterdam. Ja, ja, goed opletten. Want die Abu Talib, en die heb ik hoog zitten, heel hoog. Ahmed Abu Talib, is echt, ben ik een fan van. Die Abu Talib, die gaat natuurlijk dat toch invoeren. Want die Abu Talib is niet gek. Nee, want dat is Rotterdam. Ja, die ene besmetting naar de ander. En die denkt, hoe ga ik dat tegenhouden? Kijk nou gewoon naar de landen om je heen. En dat heeft Abu Talib ook gedaan. En Abu Talib, die weet gewoon dat een mondkapje gewoon gaat helpen. Dus binnenkort, jullie daar in Rotterdam, krijgen dan gewoon een mondkapjesverplichting. En volkomen terecht.